Het jeugd- en jongerenwerk van Pijnacker-Noordorp lanceerde dinsdag een nieuwe manier voor jongeren om vragen te stellen en hulp te vragen. In de aula van het Stanislas College in Pijnacker toonden de jongerenwerkers voor het eerst hun digitale app, die toepasselijk Appke heet. Twee van die Appkes, met een rood pak aan en een vraagteken boven hun hoofd, liepen in de aula rond. Scholieren die een selfie met een van de appjes stuurden, maakten kans op een powerbank als prijs. Altijd handig als je mobiel door het vele gebruik leeg dreigt te raken. Het jeugd- en jongerenwerk op een nieuwe manier bezig om jongeren te bereiken, hè? Ja, nee, dat klopt. Het appje is een nieuw product van het jongerenwerk. Ja, we willen eigenlijk ervoor zorgen dat de jongeren op een laagdrempelige manier met vragen die ze hebben terecht kunnen bij ons. Zodat wij snel naar ze toe kunnen reageren en ze kunnen helpen met de vragen die ze hebben. Op zich hebben jullie al allerlei mogelijkheden om in contact te komen met jongeren. Waarom is dit extra nodig? Nou, je merkt gewoon dat jongeren met bepaalde thema's zitten ze met vragen die ze niet met ouders willen bespreken. Wat ze ook lastig vinden om echt naar iemand toe te gaan van het jongerenwerk om dat dan te bespreken. En door eigenlijk simpel een appje te kunnen sturen, kunnen wij ze ook helpen. Hoeven ze niet ergens heen, hoeven ze niet bekend te maken wie ze zijn, willen we ze gewoon helpen. En kunnen ze op een laagdrempelige manier dus toch geholpen worden met vragen die ze hebben. Want het jongerenspreekuur hebben jullie natuurlijk al een behoorlijke tijd. En ik begrijp dat er best gebruik van gemaakt wordt. Maar dat is niet zo anoniem. Klopt, daar moet je echt toe zetten om daar naartoe te durven gaan. Dan zit je echt face-to-face met iemand aan tafel. En dit kan gewoon vanuit je eigen huis. Of als je op de voetbal bent of als je op school zit. Overal ben je beschikbaar over je telefoon. En kan je even een appje sturen met de vraag die je hebt. Appke, Ina, wat voor vragen verwachten jullie? Allerlei soorten vragen. Van simpele tot moeilijke, lastige vragen. Van thuissituaties, schoolsituaties, relaties, pesten. Van alles en nog wat. Zijn er bepaalde thema's die regelmatig naar voren komen? Wat wij wel merken is ook bij de jongerenspreekuren. En als de jongerenspreekuren gewoon buiten op straat over baantjes en school en relaties horen we heel veel. Maar de jeugd moet wel weten, bij ons is geen ene vraag is raar. Alles kan gesteld worden.